Bij deze aanleunwoningen van zorgcentrum De Merwelanden aan de Haringvlietstraat in Dordrecht ging het zaterdag bijna gruwelijk fout voor de 92-jarige Leendert Bozua. De woningen worden gerenoveerd en ondanks een hek in de gang gaat het toch mis als hij op zijn scootmobiel achteruit de lift verlaat. Ik ben achteruit de lift gereden en tegen dat hek aan, er stond een los hek voor die afgrond. En dat donderde naar beneden en ik ging met mijn scootmobiel erachteraan. Maar gelukkig bleef die halverwege hangen op een muurtje wat ze nog niet weggehaald hadden. Ja. Maar ja, daar hing ik met mijn hoofd naar beneden in mijn scootmobiel, kon me niet bewegen, durfde me niet bewegen. Nee. Want ik was bang gewoon dat die scootmobiel toch nog zou vallen. Ja. Je was bang? Ja, ja, ik was doodsbang. Ik heb een kwartier lang hulp geroepen. Toen kwam er eindelijk een onderbuurvrouw die het gehoord had. Ja. En die heeft de hulpdiensten geroepen. De vraag blijft echter, hoe kon het toch gebeuren dat Leendert met scootmobiel en al in het bouwgat terecht kwam? Ja, dat was niet goed gezekerd daar. Nee. Ik was er voor die tijd al bang voor, hoor, want dan dacht ik, het is altijd al moeilijk om daar om dat gat heen te rijden en de lift in en uit. Dus ja, ik was er wel bang voor, maar nou maakte ik het gewoon mee. Het onvoorstelbare maak je dan mee. Ja. 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 Doodsangst heb ik uitgeslaan. De vrouw die Leendert hoorde schreeuwen is nog erg emotioneel en ontdaan. Ze heeft al die tijd, wachtend op de hulpdiensten, Leendert moet ingepraat om haar niet los te laten. Leendert zelf hield alleen wat schrammen over aan het ongeluk. Zijn scootmobiel is wel kapot.